Wouter, beste partijgenoten. De generatie van Wouter Bos is niet zo van de speldjes en van de lintjes. De generatie is er om te beginnen te jong voor. En daarnaast vinden we het soms ook een beetje, tja, ik weet toch wat jullie van me vinden. Het mag een oeuvreprijs zijn of een aanmoedigingsprijs. En in dit geval is het het teken dat je voor altijd bij ons zult horen. En ik dank je uit de grond van mijn hart namens ons allemaal. Toen ik op 12 maart bekend maakte dat ik niet nog een keer lijsttrekker zou willen zijn, toen werd ik overstelpt met enorm veel warme en roerende reacties. Zelfs van mensen met wie ik in de politiek de afgelopen jaren vele malen de degens heb gekruist. En zo was een van de meest ontroerende reacties de reactie van Marco Pastors, de voorman van Leefbaar Rotterdam, die ons voorhield: als ik zou moeten kiezen tussen de Partij van Arbeid en mijn gezin, zou ik ook kiezen voor mijn gezin. En als er iets is wat ik u toewens, dan is het dat. Dat u nog heel vaak en heel veel mensen recht zult doen. Straks heeft u een nieuwe leider met wie dat vast gaat lukken. En maandag komt er het partijbureau een nieuwe campagnevrijwilliger uit Amsterdam-Noord binnenslenteren. Het is goed zo. Ik dank u wel dat ik dit heb mogen doen. Partijgenotencongres, ik stel u voor uw politiek leider Job Cohen. Laat ik beginnen namens alle kandidaten u te bedanken voor het vertrouwen dat u ons vandaag hebt geschonken. Want vertrouwen, dat is het hart van de zaak. Dat bindt ons. En ook nu is het voor veel mensen moeilijk om perspectief te zien. Zij horen politici op tv om het hardst roepen om bezuinigingen. Ze zijn bezorgd over hun baan in tijden van economische crisis. Ze ervaren onveiligheid op straat. De samenleving lijkt te verharden, te verruwen. Veel mensen voelen zich buitengesloten. Zij zien de wereld zonder grenzen, met al die snelle veranderingen, niet als een belofte, maar als een bedreiging. En het motiveert mij enorm om juist nu, in deze moeilijke tijd, het perspectief te bieden op een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Daarom brengen wij het huishoudboekje op orde in een tempo dat past bij de huidige stand van de economie. En met maatregelen waar ook volgende generaties de vruchten van plukken. Dus ja, Mark Rutte, je hebt gelijk dat we de boel in beweging moeten brengen. Maar als fiets- en schaatsliefhebber weet ik dat je de ploegenachtervolging alleen maar wint als je de boel bij elkaar houdt. Hebben, willen we jullie heel graag zien. Draai je om, kom op het podium. Alles komt terecht. We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg. Alles komt terecht. We beginnen nu pas echt.
We beginnen pas. We beginnen nu vanzelf.